Yo mensen, welkom terug bij mijn kanaal. We spelen Fortnite. En we gaan een keertje daarheen. Ik zou voor jullie even het geluid heel wat zachter zetten. Zo, dat is misschien wel beter voor jullie. Maar welkom terug bij weer een nieuwe aflevering. Doe alvast een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En de hantering van mensen heen. Haal daarin. Hierin. Daarin. Daarin. Ja. Nou, er wordt al een schoot op het dak. Ik pak ze zo meteen wel in de rug. Ik fix ze eerst wel even. Hier, shit. We krijgen steen. Steen. En een shotgun. Daar houdt ook iemand horen. Maar wij gaan even lekker zo meteen naar en wat? Oké, laten we die mensen daar maar gaan pakken met een shotgun. Maar wacht, we kunnen dat huisje nog wel even daarboven checken. Oh fuck, wat doe ik nou weer? Dat ging niet zoals gepland. Ik had geen hout meer, dat lag niet door. Oké. Niks. Dat laat het wel heel hard, hè, jongens. Zo. Nog steeds. Maar sorry daarvoor. Ja, ik moet nu echt in actie zakken. Ook komen. Kijk, dat was niet slim. Ik ben benieuwd, hè. Ja, daar springt hij, ik zag hem. Hoppakee. Ik snap niet waarom ze niet met die schoot maken. Hier. In de bos zetten. Even onze wapentjes even lekker neerzetten. Wordt het tijd voor de next kill. Er komt straks weer zo'n gladiool in mijn rug en dan gaat hij meer schieten. Ah. You can try, but you failed. Zo. Oh, daar gaan we even heen. Oh joh. We zijn op dreef. We zijn lekker op dreef, jongens. Of
even kijken. Moeten we nog iets hebben? Nee. Is het alleen die crossbow? Ja. Nou, voor de rest. Oh, poisons. Ik zou misschien eerder kunnen gaan drinken. Ik had net echt op het laatste moment pas door dat er gewoon echt iemand was. Nou, we hebben 2 kills van al die mensen die hierin zaten. Daar wordt gebouwd. Gaat dat onze derde mannetje worden? Of niet? Ook gewoon midden in de ding stil. Ik heb niet heel veel kogeltjes. Dus ik hoop dat je betere shit ligt, ja. Dat is toch een blauwe? Oh nee. Waar we dat het blauw was. Dan wordt hier geschoten, daar denk ik. We zijn ze aan het opjagen. Oh wacht, hier ligt gewoon shit. Tering. Ik weet niet wie dat zag, maar er werd flink langs me overgeschoten. Tering. No! Hij stond daar, daar raak ik niet door. Oh, dan gaf ik dat hij dood ging. Nou, laten we nog maar een potje doen. Het was lekker, maar ik zag echt niet waar hij stond, dus... Ja, dat is best wel kut. Zoals je ziet, ik ben level 30. Ik heb in mijn lokkertje. Alleen dat. Ja. Dus let's go to take them down. En nu even een betere span dan echt daar en dan 2 mensen killen voor geen ene kut. Weet je wel? We gaan even onze privé hokje in. Zo. Alles voor ons en dan gaan we weer eruit. Oh, de tering. Lekker schiet, jongens. Woe. Shoot your darling. Bang. Zo. Die mensen zijn even bang geworden. Oh. Laten we naar Pleasant Park gaan. Vind ik wel mooi, toch? Toet. Ja, het is wel jammer dat je niemand erin ziet staan. Dat is wel grappig. Oei. Dat geluid is echt insane. Nou, we zijn weer van start. To the greatest battle of your life. Mensen zeggen dat het gewoon volgende week, in de vakantieweek, min 10 kan gaan worden. Min 10. Ben je gek in je hoofd of zo? Dat is niet gezond. Echt niet gezond. Kijk. Ze gunnen het me wel. Laat maar. Oh. Oh, kut.
Dan zo start ik net ongeveer ook wel. Ik hoef tegen de volgende niet. Dan gaan we daar iemand horen lopen. We gaan even slurpen, lekker zuipen, jee! Pakken we onze shotgun er weer bij en gaan we van een stapje naar beneden. Even lekker zuipen. Dat geluid ook gewoon van als je wanneer zo'n ding drinkt. Denk dat je maar even kan kleuren. Tering. Waar had je zitten? Blijf hier rustig zitten hoor. Paul. Oh kom, hij zit hier boven me. Waar zou die zijn? Zou die komen? Ik ben heel benieuwd jongen, ga ik dit overleven ja of nee? Die deur is nog dicht. Ja, hij is gebouwd. Ah, de sensatie. Dus ik kan... kut. Waar is hij? Ik zeg niemand. Oh mijn god, dit is echt kut. Hallo? Somebody home? Horen jullie dat? Hij weet niet waar ik zit volgens mij. Of hij weet het wel, maar hij durft niet te komen. Bent er goed voor jou? Zou die denken dat ik weg ben? Je hoort hem lopen, maar waar? Kom dan.
Kom maar mee, zoon. Kom dan. Ik kan het echt niet meer hebben, jongen. Oh. Kom dan. Kak, moet je ooit weg? Maar hoe en wanneer? Ik ga het even zeggen. Waar zou die heen gegaan zijn? Hoe hebben wij dit overleefd? Even serieus. We hebben nog neergeknald ook, jongens. Hoe lekker is dat? Dus we gaan nu heel even safe zitten. Denk ik. Ja, hier. Mooi. Dan gooi je even zo'n bandage, want zo'n first aid kit. Oh, dit was echt spannend. Ah, 2 seconden. 2 seconden. De sensatie. De belevenis. Oh, ik had het niet een minuut langer meer kunnen volhouden. Hè? Ik had echt geluk dat allebei onze kogels op waren. En dat we allebei net zo scheef waren. Kijk. Oh joh, ik heb nog tijd. Oh joh.
Kijk eens aan. En dan moeten we wel heel erg snel gaan rennen. Nou. We komen de hoeden ook wel enorm bij. Nee, kom terug. Nou, deze kunnen we niet uitrennen. We kunnen hem ook niet meer inhalen. Nou, er gaan een paar van ons levens. Maar dat maakt mij niet uit. Hoe ver moet ik doorrennen? Naar de overkant van Loot Lake is alleen het kutste probleem. Oké, laten we... Nee, juist dan dacht ik best wel goed zo. Het enige wat nogal kut is. Ik hoor het wel, maar ik zie het niet. Hallo. We hebben granaten, launcher. Laten we maar naar de overkant van Loot Lake gaan. Voordat het. Nou, we moeten wel via daar. Voordat het te laat is, hè, boys. Nee, kut. Dat deed damage. Dat was niet mijn bedoeling. Dat was niet mijn bedoeling. We hebben geluk dat we niet dood zijn gegaan, want dit is echt spannend. Oh, daar loopt hij. Zie je hem lopen? Aan de verte, daar ongeveer. Hij loopt aan die kant mooi. Ik ga via deze kant. Fuck hem. Loot Lake. Wat een kutstuk om daar de hele tijd omheen te blijven lopen. Zit ook een beetje midden in de map. Oké. Het is of daarin. Blijven rennen, jongens. Blijven rennen. Kom on. Oh, daar rent ook iemand. Heeft hij hem dood? Heb ik hem dood? Dan is er nou niet echt gedaan. En we hebben een sniper voor. Nou, bandages. Niet zeg maar de beste trade dat je kan doen, een sniper. Wat bandages. Het is toch een trade. You know.
Ah, kak. Jammer. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken. Doe ook een abonneetje erbij. En tot ziens.